De Borger Graafstein, net geloot. Het waren interessante duels. Wat heb je zelf met het amateurvoetbal? Nou, ik ben langzaam erin te komen. Want ik ben zelf iemand die heel erg sowieso van het verenigingsleven houdt. En nou, dat is nog helemaal bij het amateurvoetbal ook nog echt aanwezig. Hè? De bestuursleden zijn geen professionals. We doen het met z'n allen. En vooral de kantine. Daar leeft het en daar broeit het. En dat vind ik wel mooi van het amateurvoetbal. Dus je houdt ook van een drankje of meer van de gezelligheid in de kantine zelf? Nee, gewoon de gezelligheid. Kijk, het is altijd leuk als je wint dat je gewoon erop kan drinken. Het is altijd gezellig. Maar het gaat mij er gewoon van het leven in zo'n kantine. Ik doe zelf, ben ik me heel veel bezig met het verenigingsleven in Rotterdam en omstreken geweest. Om te stimuleren in alle sport kom je ook inderdaad in sportkantines en voetbalkantines. En daar leeft het. Dat is het sociale leven binnen kantine. Dat is zo mooi hier zo. Dat is tegenwoordig je werk. Wat doe je? Na het judo doe je wat anders, neem ik aan? Ja, ik ben bezig met een marketingbedrijf, sportmarketingbedrijf op te zetten. Maar vooral voor jonge talenten. Voor aanstormend talent die we in Nederland echt wel hebben. In de brede zin van het woord, dus breedte sport. En om die te begeleiden, ja, natuurlijk door mijn ervaring als topsporter. Ik ben 20 jaar echt topsporter geweest. Weet je wel, de valkuilen en de mooie momenten, maar ook zeker de dieptepunten. En als je dan juist op dat moment de juiste mensen om je heen hebben om je even weer omhoog te brengen. Niet alleen op sportief gebied, maar ook op maatschappelijke ondersteuning. Ja, dat brengt, maakt je als mens ook heel mooi. En dat is eigenlijk ook mijn doel en mijn passie om eigen jonge talenten te begeleiden. Okay, dan maakt dat dan uit, dan is het niet alleen judo. Maakt dat dan uit hoe oud je bent? Is het gewoon in de breedste zin van het woord, begeleid je alles? Uiteindelijk een talent omschrijven is altijd al heel lastig. Want je hebt ook iemand die een laadbloeier is. Hè. Dat kan al met z'n 24, 25 zijn. Maar ook echt de jonge bloeiers, dat is echt 16, 17, 18 jaar. Je moet al heel veel keuzes maken in het leven. Het is nog net niet het Amerikaans model, maar daar gaan we wel naartoe. Je wordt steeds meer professional als sporter. En omdat ze nog steeds amateursport heet in Nederland, ben je wel heel erg professioneel met je sport bezig. En die hebben ook zeker wel begeleiding nodig. En dan gaat het in het begin, het algemeen van hoe zet ik me neer, hoe presenteer ik me en kan ik iemand daar mee ondersteunen en begeleiden. Maar verder natuurlijk in de carrière gaat het toch ook over sponsorcontracten en begeleiding voor je maatschappelijke ontwikkeling. Waar kunnen wij al deze informatie op het internet nog een keer terugvinden? Voorlopig nog op www.deborgengraafstein.nl. Okay, hartstikke bedankt.